Vandaag een belangrijke dag, hè? We gaan het schip dopen. Die schaafruit. Die boot die jij hebt, die lijkt heel veel op onze boot. En wens u en uw bemanning een behouden vaart. Ik ben dus even onderweg. Ja, dus voordat we naar Erik en Diana toe gaan, naar de doping van de Angel Life 2.0, had ik een verrassing voor ze. Dus die gaan we even ophalen. Daarna springen we weer in de auto, knallen we gelijk door naar de jachthaven. Voor deze verrassing had ik een taart in gedachten met een bootje erop. Ik ben hiervoor gegaan naar Kaatje Culinair. En die kan je vinden op Facebook. Die maakt al dit soort prachtige taarten. Mocht u er nou meer van willen weten, neem dan even een kijkje via Facebook of Kaatje Culinair. En na deze kleine pitstop rijden we gelijk weer vol gas door richting Sleewijk. Vandaag ga ik voornamelijk filmen voor Erik en Diana. Dus mijn video wordt een soort behind the scene. Het is heel grappig wat voor leuke gesprekken je dan op kan nemen tijdens het dragen van een soort van bodycam. Aangekomen in Sleewijk, jongens. Oh, dat heb je handig gedaan. Maar ik ben wel benieuwd, jongens. Goedemorgen. Wat lig je dichtbij? Ja, hè? Zo'n vlagopvang waait die er overheen natuurlijk. Een paar gewichten er dan. Ja. Morgen. Goedemorgen. Kom erin. Ja, ja. Hai, hai. Hai, hai. Gezellig. Zeker. Wat meegenomen. Ah, met plezier. Ja. Kaatje culinair. Geen idee. Dat is juist het leukste van cadeautjes. Juist. Kaatje. Oh, vet. Die is vet. Ja, toch? Ja. Die is gaaf, Ruud. Dat is echt gaaf. Ja. Goedemorgen. De eerste fan is al binnen. Fan-collega. Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen. En je hebt wat moois meegenomen. Ja, ik denk, laat ik wat leuks meenemen. Oh, dat is leuk, joh. Dat is echt gaaf. Ja, dat is heel vet. Dat is gaaf. Het ziet er ook onwijs gaaf de kleuren en zo. Ja. Ja, jullie zitten al op zee. Ja. Ja, je denkt, ik ga toch vast hier. Zeuren. Leuk. Vandaag een belangrijke dag, hè? Ja, ik wacht, hè. Van niet alles tegelijk. Oh ja, eigenlijk wel. We gaan het schip dopen. Ja, het schip dopen. Ja, fles staat klaar. Ja, we zijn nog even, we weten alleen nog niet hoe of wat. Ik zeg tegen die aan, sla maar gewoon een stuk. Die eerste deuk zit erin. Hoppakee. Hou jij me eens vast, Ruud. Gewoon staan op de foto, hè. Wat moet ik vasthouden? De taart? De taart? Doe ik zak wel even. Ah. Met oma, weet je, die twee. Die kent ze wel. Ja, die twee. Nou, Ruud, de taart is op de foto. Ja, mooi, hè? En daar komen de volgende. Nou, hier hebben we ook cadeautjes bij zich. Hoe leuk is dit, joh? Nou. Voor de kijkers, als jullie me niet herkennen. Ja, ik heb... Despo's. Despo-team. Ja, ja. Die moet je kapot slaan, toch? Ja, ja, ja. Op de railing. En jullie willen vandaag je mond niet houden, ik kan gewoon praten. Ja, mag wel. Ja. Deze keer wel? Ja. Nou, mooi, dat is wel fijn. Mag weet waar je om vraagt, hè? Dat is de laatste video die ze uploaden. Ja. Wij praten, cancel. Ja, cancel. Ja, mannen. Ja, ja, ja. Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Hi. Hey, hoe gaat het? Ja, goed, man. Ja. Mooi, hè? Nou, dat sowieso. Dat is... Ja. We zijn er weer bij, ja. We gaan, dat was Chinees slag. Nou, jongens. Ja. Hey, je wil getest, hè? Hey, maar, dit is een Chinees slag. Dat zijn we even. De lange muur. Ja. Hi, goedemorgen. Hi. Daar ja, kom je ook even in. Hi, goedemorgen. Mooi ding, man. Weet je wel. Morgen. Je mag wel meelopen, Ruud. Ik loop even een rondje mee. Ja. Hier is een dubbele slag. Twee pennen. Oh ja. Ja, dat was nog een onderlinge strijd, hè? Wie van jullie dan daar ging en wie daar ging. Tussen mij en Kevin? Ja. Oh ja, ja, ja. Wie ja, want we hadden een puntbed. Ik heb de regel gemaakt, wie als eerste een vriendin heeft, mag het dubbelbed. Oh ja, 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 ja. Dus Kevin wint. Hier is ook nog de badkamer, zeg maar, en dan kan je daar zitten eventueel. Ja, die is ook groot, man. Van de machinekamer zit aan de slaapkamer. Ja. De kamer, en hier is zeg maar gewoon binnen. Oh, dat is chill. Dan kan je aan de achterkant dan uit, zeg maar. Oh, okay.
Nou, ik weet nog dat jullie allebei met de telefoon aan boord op de bank zaten. Zo van... Ja, ja. Toen was het beddiscussie. Ja, precies. Nou ja. Wij kregen de opdracht, je moet je mond houden en hier zitten. Want wij zijn aan het filmen. Ik zei, oh, oké, prima. Ga ik hier op de telefoon zitten. En alle fans boos. Ja, die zoons zijn echt ongezellig. Zitten ja, op de bank en die praten niet. Zitten en wij van... Zitten maar op die telefoon vast. Wij kregen, daar ze zitten, mond dicht, want we zijn aan het filmen. Ik zei, oh, prima. Zeg niks. Ja, de Grand Tour. Deze heb je niet aangedaan of zo? Nee, hè? De onderste hoor ik. Nee, de onderste is een stopcontact. Oh, dan is de boven. We proberen weer niet erboven. Nou, het was er één. Gewoon overhaast. Ja. Was dit wel dicht eigenlijk? Ja, die was ook dicht. Goedemorgen, gefeliciteerd met de mooie boot. Erik, gefeliciteerd met de fantastische aanschaf. Ja. Hoi. Ruud, kan jij voor mij maar een beetje... Natuurlijk. Moet ik ook bij? Lukt het zo? Yes. Werkt kacheltje goed trouwens? Ik heb je vlogje gezien hoor. Ja? Ja. Oh, dat is mooi. Ja, dus... Nou, het werkt op zich heel goed. Ja, het zag wel, hè? Ja. Hoe is het eigenlijk met die ramen afgelopen eigenlijk? Dat heb ik nog niet weer gehoord. Nee, ze zijn van de week nog geweest. Ja, echt, hè? Ja. Ja. En ik hoop dat het nu de laatste keer was. God, man, ja. Kan je het zien nog? Ja, oh ja hoor. Leuk zijn we dit vlog. Een bekend gezicht ook weer, hè? En je hoeft er niet op, je hebt een hele video. Wel een mooi schip. Dankjewel. Ja. Ja. Maar voor ons, moet je een bootje kijken. Deze was in de aanbieding. Daar kwamen we voor. Iedereen is gewaarschuwd, hè? Ja. Oké, nog een veiligheidsbril. Ja, graag. Hey, nog een regenjas. Ik doop en wens u en uw bemanning een behouden vaart. En uw drankje. Yay. Even kijken, want nou ben ik. Ben ik de hoofdrolspelers kwijt. Hoi, hey, hoe is het? Ja, goed. Mooi. Dus bij jullie? Ja, ook goed. Weer alleen? Ja, man mag werken. Oh ja, dat de kan de ook. Dus die baalde behoorlijk. Ja. Dus ik heb net een filmpje doorgestuurd. Oh, zo. Die wilde er wel heel graag bij zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, ja, nee, en die andere, die kleine, die moest naar een feest. Dus ja. Ik zeg, nou, dan ga ik wel eventjes. Jij mocht lekker filmen. Ik mocht lekker filmen. Ja. Oh, dat is deze mevrouw wil niet in beeld. Die mevrouw? Oké. Okay. Nou, ik heb er inmiddels overheen gezet, hè? Oh, dat is mooi. En Richard ook, hè? Je staat er ook al op, namelijk. Nee, ik al. Nee, Richard kan natuurlijk. Ja, die vrouw ook. Nu sta ik heel goed in beeld. Ja, ja. Hij is gedood. Ah, joh, dan zie je jezelf ook weer terug. Dat is toch leuk? Nee, daar ben ik niet van, hoor. Nou, als Erik dit hoort, dan laat je hem erin. Dat snap je ook wel. Juist. Ja. Nou heb ik tegen jou gezegd. Je zei, nou mag het. Nou, ik denk, nou ga je erop ook. Ik kon het verwachten, hè. Ik ga ook wel drinken. Ja. Ja. Ik ga weer richting huis. Zit jij erop of zit je bij... Deze komt dit is voor Erik. Ja. Ja, je moet wel kunnen volgen. Ja. Er ligt het een stuk of wat, hè, daar in die haven. In ja, nee, dat is de volgende haven. Er liggen er drie. Ja. Ja. We hebben het gewoon druk op zondag. Hey, Kasie. Lekker. Vannacht wordt ook weinig slaap. Lukt het? Ja, hoor. Ja, schoteltjes, heb je gezien? Wie had schoteltjes? Ja, Erik had er twee schoteltjes. Erik had twee, ja, die had een hele zware taak. Ja, daar zijn ze. Dag heren. We hebben op de boot gepast. Ja, dat.
En wij hebben opdracht gegeven om hier te zitten, want de ouders zijn elke keer aan het rennen. Ja. Om te zorgen dat gewoon mensen die nog even binnen wilden kijken, gewoon even naar binnen konden. En dan... Ja, laten we het houden dat het niet alleen maar puur uit zelfzin was en zelf. Nee, we moesten ook zorgen dat mensen interesse hadden dat ze even beneden konden komen om te maken. Tot mijn vrouw weer naar binnen kwam, hè, dat is belangrijk. Ja, ja. Want ja, op het moment komt ze toch weer naar binnen toe en dan staan hier mensen te wachten om even te spreken met ja, spullen in ontvangst te nemen natuurlijk, van die weggeefactie. En, ook interesse in de wraps en de ja, de veel in de wrap en de design en... En ook de vloer. Ja. Ja. Dus, ja, dat hebben we gewoon een beetje... Je begon een nieuwe taak. Ze hebben wel een nieuwe kansen opgegeten, maar ja. De tricksen zijn ook aangesneden. Alles is een beetje op. Heel bijzonder. Ik vond ook allemaal als wij binnenkwamen, maar we hebben wel mensen gezien die het allemaal hebben gepakt hoor. Ja, ik kan ze zo voor je beschrijven. En als afsluiting zijn wij even lekker naar de Chinees geweest. En wat een mooie dag. Ik ben inmiddels weer in de auto. De audio was dusdanig slecht, vandaar deze voice-over. Maar wil je nou meer zien van deze video? Ga dan even naar het kanaal van Erik en Diana. Ik zal een linkje hier onder de video zetten, zodat je de hele video kan zien, want dit was een gedeelte ervan. Ik wil in ieder geval iedereen bedanken die erbij aanwezig waren, die er naartoe zijn gekomen, want het was op een hele korte tijd georganiseerd en uiteindelijk een hele goede, leuke opkomst. Ja, daarbij wil ik iedereen bedanken ook weer voor het kijken naar deze video. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan en laat ook nog even zo'n duimpje achter. En dan zien we elkaar terug bij de volgende video.